Vind ik heel jammer dat hij vertrekt naar een andere plaats toe. Het was een goede burgemeester voor Almelo. Ja. En wat vond of vindt u het goede aan burgemeester Arjen Gerritsen? Nou, een goede leider. Sociale. Ja. Ik weet niet of hij heel goed was of heel slecht, maar... Ja, misschien wel jammer, maar misschien ook wel goed. Weet ik niet. Hebt u wel eens met de burgemeester te maken gehad? Nee, gelukkig nog niet. Want alles gaat op rolletjes. Dus voor mij niet. Maar het is altijd jammer. Ik weet dat hij weggaat. Staat overal bekend. Dus het is jammer. Vindt u het een verlies voor Almelo? Ja, ik vind het zeker een verlies voor Almelo. Ik vind het best. Ik vind het prima. U heeft daar niet zo een mening over? Nee. Ik was niet zo blij met hem als burgemeester. Want? Ja, het is een fatsoensrakker en ook wat hij gedaan heeft, dat hij onrechtmatig panden sluit. Gewoon, hij was veel te resoluut, een beetje jaren 50 mentaliteit. En dat anno 2023. Nou, dus... Maar het is goed dat er af en toe grenzen worden aangegeven. Grenzen moeten zeker worden aangegeven, gewoon maar dan geen jaren 50 grenzen, want dat kan niet meer. Gewoon, Jammer, heel jammer. Het was een fijne burgemeester. Ik had af en toe nog wel eens contact met hem. Want ik was voorzitter van het Indië Monument en daar hadden we nog eens problemen met het natuurhuis. Maar fijne man. Fijne burgemeester. Ja, echt, dat meen ik. Heb wie lang niet gehad, laat ik het zomaar zeggen. Want ik ben nog van het Tiet van Ravensloot. Ja, toen kwam ik... Dat is een tijd geleden. Ja, toen kwam ik al in huis ook bij Ravensloot en zo. Ja, maar hij zou hier heel lang blijven. Heel jammer. Ja, een goede burgemeester altijd geweest voor de stad. En er was overal belangstelling voor. Dus ik vind het wel heel jammer. Maar als hij het zelf fijn vindt, dan gun ik het hem wel. Zo is het niet. Maar ik vind het jammer. Hij deed voor mij een heel goed indruk op alles. En ik mag graag meedoen met de panelgroep. En dan werkt hij ook wel een beetje mee. En dat zijn wel, ja, een prettige man. Lijkt mij het om mee te werken. Ik heb hem niet nooit zelf persoonlijk ontmoet. Maar... Hoe heeft u het nieuws gehoord of gelezen? Ik heb het gelezen op mijn telefoon. Ik dacht dat het in de krant zou staan, maar in de krant staat het nog niet. Dat heb ik vanmorgen nog niet gevonden. Ik ben er maar kort in Almelo, dus ik heb nog niet zoveel ervaring met die meneer. Waar hij naartoe gaat, naar de provincie Flevoland, waar hij commissaris van de Koning wordt... Zijn ze blij met zijn kwalificatie mensenmens? Denk het wel. Ik denk dat ze een hele goede terugkrijgen. Maar wat krijgen wij weer? En ook met de veteranen was ik altijd heel druk mee. Daar zat ik ook nog bij. En daar heb ik toen die tijd ook nog opgericht bij mevrouw Hermans. Vroeger was dat. Nee, maar dat was hij is ook een... Het was echt voor de veteranen. En ja, prima man. Die man die was gewoon... Die hoorde er ook tussen het volk. Hij kwam echt goed eind, zoals ze dat zeggen. Hij speelde geen rol? Nee. Nee, hij was een goede man. Ik vond het een goede man voor Almelo. Hij heeft Almelo ook wel opgetild. Tenminste, dat kun je wel ervaren. Je ziet de stad wel een beetje groeien. Dus... Dan is het geen domme jongen. Ja. Zullen ze in Almelo burgemeester Gerritsen gaan missen? Ik denk het wel, ja. Denk het wel. Hij was van een goede burgemeester. Bij mij weer iemand. Dus je moet ook soms roeien met de riemen die je hebt. Dat is natuurlijk de grote vraag. Wat doet u dat? Als u nou een profielschets zou moeten opstellen voor de nieuwe burgemeester, waaraan moet hij dan sowieso voldoen? Een sociale burgemeester vind ik wel. Wat van elke burgemeester wordt verwacht, vind ik. Dat vind ik zo moeilijk, hè. Ja, ik vind een echt burgemeester en ik denk Almelo vrij moeilijk is, denk ik. Want we hebben natuurlijk heel veel mensen uit verschillende landen. En het is natuurlijk ook, en asielzoekers, het is op het ogenblik niet zo makkelijk. En de jeugd zijn heel moeilijk op het ogenblik. Ik vind onze jeugd echt een beetje verwend zijn door ons. Maar ja, in Flevoland zullen ze hem net zo goed omarmen als wij hier gedaan hebben, dus. We zijn natuurlijk wel een klein beetje trots dat hij uit Almelo gaat komen. Ja, dat is een ding wat zeker is en dat zal ook blijvend zijn. Ik vond het heel bijzonder dat hij belangstelling had voor mijn schoondochter.
toen mijn zoon overleden is. En dat vond ik, want hij zat in die pakket van de bescherming, hè. En dat hij toen zo ontzettend voor mijn schoondochter een brief gestuurd heeft. En dat vond ik fantastisch. Dat heeft mij heel erg aangegrepen. Dat vond ik al heel bijzonder. Maar dat slaat natuurlijk niet op de burgemeester op Almelo, maar wel voor mij persoonlijk. Wat dat betreft gaat u hem missen? Nou, ik denk voor Almelo helemaal dat we hem zullen missen. Echt waar, want ik vond het een ontzettende fijne man. Is het een compliment voor Almelo dat hij uit Almelo vertrekt? Dat is zo mensen, persoonlijk is dat. Dat is heel persoonlijk. Want dan zullen we wel een heleboel boos worden en zeggen, nou dat man mag gelukkig dat hij weggaat. Maar ik voor mezelf vind ik het een hele fijne man voor Almelo.